zijn hier nog leuke dames vanaf 19 tot 28? Zijn er hier mensen die een keer zouden willen wandelen? Ik wil langere stukken oefenen, maar alleen is niet zo gezellig. Ik woon in Zomereind. Het lijkt mij leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Het liefst vrouwen, omdat ik hier beter mee om kan gaan. Ik heb geen bijbedoelingen. Ik ben 26 jaar. Wel mensen die eerlijk zijn graag. Ik zoek iemand waar ik alles aan kan vertellen. Als ik het moeilijk heb of dat ik me niet goed voel in mijn vel. Ik ben een vluchteling en ik heb onderweg veel nieuwe vrienden ontmoet. Uit 5 verschillende landen. En de laatste tijd ben ik steeds meer aan de Nederlandse cultuur. Ik heb vrienden van over de hele wereld. Als je bevriend bent met mensen van andere culturen, dan leer je ook respect hebben. Dan maak je met bijvoorbeeld Marokkanen vrienden en zo krijgt de wereld vriendschap en dan stopt de oorlog. Omdat je er ook van kan leren van een ander geloof. Ik geloof in Jezus, de Zoon van God, Jezus Christus. Jullie moeten daar ook in geloven. Op deze manier kun je de kracht en het talent van een ander ontdekken. En je leert andere mensen beter kennen. Iedereen wil wel dingen ervaren en mensen ontmoeten. Tenminste, als het gewoon prima is. Niet het gevoel hebt dat je dient te presteren, maar gewoon kunt zijn. Mindful luisteren. Elkaar uit laten praten, dan ga je elkaar echt horen. Er echt zijn en echt voelen wat er is. Als we allemaal onze handen ineen zouden slaan, zou de wereld een veel betere plek kunnen zijn. De donkere wintermaanden liggen voor ons. Het is belangrijk om in deze periode de aandacht voor eenzaamheid en sociaal isolement vast te houden. Vooral tijdens de feestdagen. Coalitie Erbij Rotterdam is in deze weken overal in de stad te vinden. Met rollades. Wie wil jij eens in de bloemetjes zetten, wandelen en ontmoeten? De laatste vrijdag van de maand met elkaar wandelen, kletsen, lachen, huilen, bidden, troosten, genieten van de natuur. Samen leven, met een nadruk op wandelen in dit geval. In Hendrik Ido Ambacht hebben wij 8 weken 23 vluchtelingen opgevangen. Dit is geweldig goed gegaan en de vluchtelingen hebben zich heel erg thuis en welkom gevoeld bij ons. Waarschijnlijk omdat wij 1. hele bevlogen vrijwilligers hebben ingezet en B. omdat 23 mensen te behappen is. Mijn idee is om alle vluchtelingen in kleine groepen van maximaal 50 mensen te plaatsen. Dan is het allemaal nog te behappen voor iedereen. Kijk, dat kan ook in plaats van dat een aantal mensen vooral elkaar hekelen, terwijl men elkaar nog nooit ontmoet heeft. In de Polonaise is plaats voor iedereen. Hier moeten de culturen elkaar ontmoeten. Fijne avond toegewenst, lieve vrienden. Kusje, kusje, kusje. Zo ontmoet je iemand. Je geeft je hand, een stevige hand. Je zegt je naam, je eigen naam. Hallo. Duidelijk praten, aankijken. Je zegt de regels. Niet wildplassen, niet door rood rijden, niet aan de linkerkant van de weg rijden.
goed naar rechts en links kijken voor het oversteken. Lachen. Vriendelijk kijken. Als iemand dat niet doet bij een eerste begroeting, begin je je ongemakkelijk te voelen. We hebben een magische cirkel om ons heen. Een comfortzone waar je misschien je partner binnenlaat, maar niemand anders. Of niet makkelijk. Als je kennis wilt maken, kom je wel naar elkaar toe. Maar nooit binnen ongeveer 50 centimeter. Want dat is uitermate ongemakkelijk. Als ik ineens in jouw huis sta zonder uitnodiging, ben ik echt over een dikke rode lijn gelopen. Hier was gisteren een feestje. Alle mensen die elkaar kennen komen altijd op hun eigen programma en verder ontstaat er niks om hun heen. Er is geen gezelligheid of interactie met mensen die je nog niet kent. Dat mis ik eigenlijk. Beide teksten die jullie net horen zijn opgebouwd uit heel veel verschillende quotes. De tekst van Noortje Kessels die is opgebouwd uit uitspraken die mensen hebben achtergelaten op internetfora en Facebookgroepen. En die van mij zijn opgehaald tijdens interviews. Ik heb verleden jaar een maand door Nederland getrokken om eigenlijk mensen overal te bevragen over hun ervaring of beleving van Nederland nu. En ik ben heel blij dat we er vanavond een aantal fragmenten uit kunnen lichten. Noortje Kessels heeft speciaal teksten geschreven bij de verschillende thema's. Om ook te kunnen kijken hoe mensen zich anders uitlaten online dan één op één. En Peter Kuyt is een tapdanser, een hele goede tapdanser. Die ook heel geobsedeerd is met spraken. Met ja, de ritmiek van speeches, vooral van volksmanners, tv-dominees en dergelijke. En Jan Kloeg is niet alleen mijn echtgenoot, maar ook een getalenteerd muzikant. Die heel veel mensen. Tot nu toe best rustig, maar straks komt hij aan de beurt. En jullie dachten misschien van ja, wij zitten hier lekker en alles gebeurt om ons heen, maar jullie moeten zelf ook even aan de bak. Als iedereen er eentje af wil nemen. Ik hoop dat ik er net genoeg heb. De tekst die jullie. De tekst die jullie nu hebben gekregen is Ons Wij is te klein. En dat is een speech over het wijgevoel, ook samengesteld op basis van de gesprekken die ik verleden jaar had. En het lijkt me mooi om hem met z'n allen te lezen, één keer eerder gedaan. En dan ons de beurt een zin. Dus ik zou zeggen dat we bij jou beginnen. En als dan iedereen weer lezen tot het volgende punt. En als we bij het eind zijn, beginnen we gewoon weer opnieuw. Hallo, ik doe hier niet aan mee, maar ik kan het echt niet lezen. Oh, kan het niet lezen daar? Nee, echt niet. Ik heb geen probleem. Tot waar is het leesbaar? Hier bij mij niet. Tot de tekst groot. Kom neer dat je de deur een klein beetje opent, duwt. We gaan meer dan dat lezen. Voor mij is sowieso moeilijk. Oké, prima. Nou, als het stil wordt, dan pakken we hem gewoon hiervoor weer op. Ik begin wel met eerste. Ons wij is te klein. Ik heb de titel opgelezen en dan begint hij daar. Er komt iemand bij je thuis en je biedt hier een kop koffie aan. Je vraagt daar geen geld voor. Je gaat er niet van uit dat wanneer je ooit bij hem thuis komt, dat je dan ook een kop koffie krijgt. Nee, dat is iets wat je doet. Een voorbeeld van alledaagsheid. Een voorbeeld van alledaags communisme. Dat we niet alleen staan. We konden wel eens meer verdragen dan nu. Als je ook maar iets van het gemiddelde afwijkt, dan denk ik dat je op dit moment wel een beetje pech hebt. Iedereen is bang de hele tijd. Voor elkaar ook. Ik voel hardheid en segregatie. Je bent een eenling. Als je zelf maar gered bent.
Dus, ons wij is te klein. En dan kom je pas achter de dood van je buurman als hij gaat stinken. En dat vind ik gewoon ontzettend jammer. Een koning in een territorium is een totaal achterhaald concept. Maar mensen hebben een enorme behoefte om tot een bepaalde groep te behoren. Ja. En om een eigen groep dan als beter of prettiger te zien dan een andere. Als je regelmatig televisie kijkt, dan weet je... Meer dan de helft, die heeft niks. Dan weet je, dat is niet goed en dat komt niet goed. Maar voor het grote geheel kan ik niets veranderen. Dus houd ik het maar achter mijn eigen voordeur. Ik heb scheid aan alles. En de wereld heeft scheid aan mij. En dat werkt perfect. We hebben hier ook over een asielzoekerscentrum nagedacht. En ik heb gezegd, dat is niet verstandig. Ik wil heel graag een sociaal mens zijn. Dat gaat erom dat ik iets bijdraag. Niet langer alleen thuis zit en eenzaam. Dat als je samen even pauze hebt, dat je dan zegt... Ha, heb je dat gisteren ook gezien op televisie? Wat erg dat u vluchtelingenboot is omgeslagen. Dat geeft me het gevoel dat ik nog mens ben. Of wat dacht je van al die asielzoekers die proberen op een vrachtwagen te komen naar Engeland? Dat is te triest voor woorden. Maar als je dan zelf naar de supermarkt moet om dingen te kopen om een maaltijd voor te kunnen zetten aan je gezin en dat geld is er niet. Ik heb 45 euro per week om mijn gezin eten te geven. Twee kinderen erbij. En niets van de voedselbank krijgen, hè? Want daarvoor is het 20 euro te veel op maandbasis. Mijn jongens zitten nou op de camping in Spier. Die moesten eruit vanwege de financiën. Het kleintje wordt geboren in het ziekenhuis om niet te bevallen op de camping. Het gevoel van vannacht... Wat je dan hebt. Dat de mensen in driedelig pak over jouw leven beslissen. Of je wel of niet een baan, of je wel of niet een goede opleiding kan volgen. Mij en mijn kinderen 1,5 jaar in een opvanghuis laten zitten. En al die vreemden gaan voor. En maar huizen krijgen. En ik niet. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment riep, die rot buitenlanders. En ik dacht, ben ik dat? Zeg ik dat? Ik ben zelf ook een buitenlander. Soms denk ik als een blank persoon. Maar altijd heb ik het gevoel dat ik ergens nergens bij hoor. Mensen schrikken van onze huidskleur. Ik ben bang dat het oorlog wordt. Weet je nog? Weet je hoe je een vuurtje moet maken en zo? Dat is in de toekomst heel belangrijk. Op kleine schaal voelt liefde tussen mensen. Ik vind, dat is mijn mening, ik denk dat festivals de kerk vervangen. We komen uit de grond als champignons in festivals. Ik denk dat heel veel mensen daar een soort spiritualiteit uit halen. Het samenkomen, samen voelen, samen beleven, samen genieten. Wat de kerk 25 jaar van je deed. Ik ben meer van de spiritualiteit dan van de conspiracy. Maar ik heb in 2005 goed onderzocht hoe het allemaal zit en ik ben tot de conclusie gekomen dat het niet echt eerlijk verdeeld is en dat ik niks ga verwachten van de politiek. Politieke leiders voeden de haat die speelt in het collectieve veld. Wat ons te doen staat is niet in die angststroom meegaan. We moeten een manier vinden die voor ons allemaal werkt, want we zijn gewoon één. Ik kan niet verder komen als Leeuwarden niet meegaat. Het allerliefste wat mensen doen is bijdragen aan een mooie wereld. Alleen, we weten gewoon niet meer hoe dat moet. Een gesprek. Een gewoon gesprek, zoals dit. Dat is de start. Weet je, mensen hebben altijd haast en nee en eng. Je roept iemand binnen en dan twijfel je. Terwijl, wat poep jij? Het is niet eng. Bedankt. Dit is een fragment uit een gesprek met een meneer die ik ontmoette in Coevorden. En wat hij mij vertelde.
Ik heb een discussie via WhatsApp gedaan met iemand. Jongen, wat waren we kwaad. En toen zijn we elkaar eens even aan gaan spreken. Zo van, dat kan toch niet waar wezen? We gaan met z'n tweeën zo toch niet met elkaar om? Dat gaat 10 jaar goed. En dan worden we ineens digitaal kwaad op elkaar. Dus jullie hebben afgesproken. En toen was het zo weg. De angel was eruit. Het probleem is er nog, maar ik kon weer praten op basis van vertrouwen. Dus het escaleren was eraf. Ja. Ja, en het gaat ook niet meer escaleren. Alleen, ik zal hem nog wel een keer uitschelden, denk ik. Dus dat is niet escaleren. Nee, mekaar uitschelden, nou, bij mannen mag dat wel. Nou, bij vrouwen niet. Nee, die kunnen daar niet tegen. Nee, volgens mij kunnen jullie daar niet tegen. En naast alle gesprekken over wij, waren er ook veel momenten dat mensen iets vertelden over hunzelf. En ik dan. Vannacht kon ik niet slapen, want ik lag een beetje te vibreren. Sinds ik hier ben, hallucineer ik soms. Ik geloof in het goede en kwade op aarde, dat yin en yang in balans moeten zijn. Daarom zijn er criminele en goedaardige mensen. In dat soort dingen geloof ik wel. Jij gelooft in niks, hè? Jij bent ook niet spiritueel, je bent een jonge geest. Mensen die heel spiritueel zijn, die hebben een oude geest. Zo zit de wereld in elkaar. Het is niet makkelijk elke dag, maar goed. Nu ga ik dus naar Zambia, want ik doe elk jaar een fietsreis. Ik ben een blij ei. Ik voel me koploper. Als je helemaal in je kracht staat, als je datgene geeft wat je hier te doen hebt, dan is het leven het allermooist. Ik heb altijd achteraan gelopen totdat de werkelijkheid 180 graden draaide en nu loop ik vooraan. Dat stuk van zonder geld leven, daar reageert de samenleving heel heftig op. Dat is waar mensen echt hun grip hebben. Het is ook gewoon de vraag van, bestaat de hemel eigenlijk, de hemel op aarde? Leven we in een wereld van overvloed? En mijn ontdekking was dat dat zo is. En dat we dat zouden kunnen realiseren, hier, de hemel op aarde. En als je dat dan in je eentje ontdekt, ja, ga dat maar eens vertellen aan mensen die een hele andere werkelijkheid hebben. Dan sta je een beetje te roepen op een eiland. Eigenlijk had ik totaal geen bereik. Kom je thuis te zitten met een utopie. In 2006 ben ik gaan drinken. Alcoholist geworden, jammer hoor. Stom is dat. Ik vraag me af wanneer het, zeg maar, begint. Dat je volwassen bent. Toen ik ging samenwonen dacht ik, misschien is het nu. Maar dat was niet. En toen gingen we trouwen en toen dacht ik, nou, misschien is het dan nu. Maar dat was ook niet. En nu hebben we een huis gekocht. En nu denk ik de hele tijd dat het misschien dan nu is.
Nou, dank jullie wel.